De Federatie Amateurvoetbalclubs in Nijmegen en de gemeente hebben afspraken gemaakt over alcoholcontroles op de voetbalclubs. Al een jaar lang worden voetbalclubs gecontroleerd en bekeurd omdat ze alcohol schenken aan minderjarigen. Om nu zelf eerst te zorgen dat de problemen onder controle zijn, gaan de clubs zelf onafhankelijke controleurs inzetten die geen boetes uitdelen, maar adviseren. Voorzitter van de federatie Ad Frick heeft zich de afgelopen maanden sterk gemaakt voor deze aanpak. Nou, de clubs hebben nu een derde onafhankelijke partij ingehuurd. Die een jaar lang de clubs gaat controleren. Maar niet om te straffen, maar om ze te adviseren. Dus ze kijken, ik kom ook met een mystery guest over, ze kijken hoe het gaat. Komen diezelfde dag nog een keer de feedback geven. Komen dan terug en zeggen van nou dat en dat en dat zou ik anders doen of zo en zo. En dat is heel geruststellend, want dat betekent dat we met z'n allen bezig zijn om het proces goed gestalte te geven om te maken dat er komend jaar en het jaar erop en zo dat het vanzelf gaat. De mensen die weten wat ze moeten doen, ze hebben de kennis, ze hebben cursussen gevolgd hier ook in. Ze zijn ervaren en toch gaat het mis. Maar niemand vroeg waarom. Men zei van het gaat mis, straf. Nou, dat is gelukkig nou ten einde. Dus nu krijgen we het gaat mis en er komt iemand kijken. Niet alleen met de mystery guest om eventjes te kijken van krijg je alcohol of niet en dan weer weg. Nee, die gaat echt het hele bargebeuren bekijken, bestuderen. Die gaat kijken wat er allemaal aan materiaal rond de bar staat om te waarschuwen en dat soort zaken meer. Kost aardig wat geld, maar we zijn er tevreden met. Eigenlijk had dat niet gehoeven, want als die handhavers van de gemeente meteen ook geadviseerd hadden naar de eerste overtreding, dan was het beter geweest naar mijn idee. Maar goed, dat is achteraf. Dus ik ben nu tevreden met heel de club zijn tevreden. Ze zijn in unaniem akkoord gegaan met deze maatregel. En diegenen die jeugdafdeling hebben, doen allemaal mee.